mensen zeggen wel eens, het voelt alsof er een trein over me heen gereden is. Maar kan dat eigenlijk wel? Kijk, nee, maar kijk. Hoofd straks. Tering. Heftig, hè? Nou, ik vind het niet heel ruim, hoor, jongens. Je moet even je handen weghalen, sowieso. Zie je? Als je je handen weghaalt, is en mijn voeten dan? Nou, je tieten meer. En mijn tieten. Zo. Zo, dat gaat. En misschien moet je opzij kijken. Voeten uit en opzij kijken. Is er niks aan de hand. En niet dit doen. Nee. Mama! Want dan ben ik niet op mijn doen. Let's go for it. Nou, ik ben niet gerustgesteld nu, jongens. Ik ook niet. Nee. Het is gewoon Joep. Oh. En zijn snor is wel weg, Soendos, dus dat is misschien wel weer een pre. Oh ja, precies. Die is van mij straks ook weg. Nee. Dit is een hele omslachtige manier om van je snorretje af te komen. Ja, ik ga wel gewoon laten harsen, joh. Hartstikke leuk dit. Mensen, het is veiligheid voor alles. Dus doe ik een oranje hesje aan met reflectiestrepen. Als de trein aankomt en ze zien dit, gaat hij vol op zijn rem, niks aan de hand. Dames, voor jullie heb ik ook wat. Kom erbij. Oh god. Mooi, hè? Ah, hey, ja. Kijk. God. Nee, maar dit is dwangbuizen. Nee. Ja, echt. Weet je? Die herken ik van... Televisie, dat is pas een dwangbuis. Je moet er naar kijken. Zoals dit programma, De Idioten. Binnenkort, bij u op tv. Maar nu gaan we onder de trein liggen. Maar nu eerst? Ja, kijk, we gaan het even voor... Nee, we moeten hem andersom doen. Want anders lig je... Ik weet het eigenlijk niet. Zo is het mij uitgelegd. Hier, als jij dat doet, klasse. Even kijken, hoor. Ja, dit moet dan zo. Het is gewoon beschermende kleding. Oké. Hop. Fijn. Toef, daar wordt wel aan gedacht. Zie je? Wat lief. Als een trein hier overheen rijdt... Gebeurt er niks dan met voel je het. Niks. Man. Voel je echt helemaal niks. Je voelt helemaal niks meer. Ik zou zeggen, ga gewoon lekker liggen. Ja, joh. Misschien hier zo. En wat denk ik, lijkt mij ook gewoon qua gezellig. Met de hoofden bij elkaar. Ja. Oké, ik geef jullie ook een blinddoekje. Want dat is ook... Kijk, zie je? Dan ga je dit doen. Komt hij er al aan? Tonk. Oh. Snap je? Ja, ik snap hem. Dat wil ik. Nee, oké. Dat je niet schrikt. Happy day. Soms ik hou van je. Ik hou ook van jou, schat. Oh, en van mij wordt niet gehouden? Nee. Krijgen we dat? Hop. Hou om! Thomas! Zijn jullie er klaar voor? Hou op! Ja, we zijn er klaar voor, Ruben. Schiet hem maar op. Heel mooi. Komt ie aan. Wow! Oh! Mogen we kijken? Freaky shit! Mogen we kijken? Is het klaar? Ja. Wat is dat? Vet, zeg hey! Waar is hij? Haal die camera weg. Ja, die camera stel ik je idioten. Oh, die camera staat er nog. Zijn we nou genaaid? Ja, we zijn keihard. In een dwangbuis. Zijn we genaaid? We zijn echt stuk. Dat meen je niet. Nee, dit is geen naaien. Dit is toch... Hey, hoe voel je dat? Maar is hij nou wel of niet over ons? Leven! Ik kan het niet nog een keer. Ik klopt het toch? Hé, veiligheid voor alles! Wat is het nou? Hoe voelt het? Is hij nou niet over? Zeg maar nou. Dat is wel aan. I'm alive! Fucking aan! Nou, en voelt het alsof er een trein over je heen is gereden? Ja, echt! Nee, ik voel heel goed nu! Want ik leef! Zie je? Mijn god! Ik heb mijn man net nog gebeld, weet je? Ja, ik heb mijn man ook net gebeld. Ik hou van je. Ik heb hem ook gezegd dat ik van hem hou. Ik zeg niet wat we gaan doen. Mijn god.
god. Oh, wat erg dit. Ja, oh, echt. Maar we hebben dus niet een trein. Wat was die trein net dan? Die rijdt gewoon. Ja, die echt typisch. Typisch NS. Ik heb gezegd dat ik van Soendos hou. Dat kan ik nooit meer terugnemen. Dat is inderdaad vrij gênant. Dat is jammer. We gingen gewoon echt onder een trein wilden we gewoon liggen. Omdat deze gaat... Ga weg! Ga weg, jij!